Teun, ik weet niet waar ik moet beginnen vandaag. Ja, een totale off-day, onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Ja. Het zag er echt niet goed uit, hè? Nee, inderdaad. Je bent aan de bal niet zoals je altijd bent. En vervolgens verlies je verdedigd ook nog best wel een hoop duels. En ja, in totaal is dat gewoon niet goed genoeg. Hoe kan het dat de off-day zo groot was? Ja, dat is lastig om. Eigenlijk de verklaring is dat je niet goed aan de bal bent. En waaraan dat ligt niet aan dat dat de jongens het best wel niet doen. Dat ze niet gefocust zijn, want we komen hier met een doelstelling. En iedereen is ready en fit om deze wedstrijd te beginnen. Ja. Maar ja, je zag ook dat Twente dat was. En daarin hebben zij de strijd gewonnen. Ja. Maar normaal kunnen jullie lekker voetballen, zie je het bewegen. Ik heb wedstrijden van jullie gezien dat het ontzettend goed loopt. Maar vandaag heb je gewoon eigenlijk nul kansen gecreëerd. Nul. Inderdaad, volgens mij hadden we de eerste helft geen schot op goal. Nee. Komt ook omdat we helpen elkaar dan niet genoeg in balbezit. En daarnaast maken we ook onnodige fouten. Ikzelf ga de fouten bij de 2-0. Ja. Wat gewoon niet mag gebeuren. En ja, dan is het ook nog kloter dat ze het afstraffen. Ja, en dan probeer je elkaar er dus nog aan te spreken erop. Om elkaar te motiveren voor de tweede helft. Een tactische wijziging te doen. Wat zeg je dan tegen elkaar? Nou, dat hier een andere ploeg is geweest die na 2-0 achterstand de boel heeft omgebogen. Dat we zijn in slechtere situaties geweest dan dit. Ja. Neem Partizan thuis. Mm-hmm. En dat we een tactische wijziging gaan doen en dat we door moeten. Ja. En het is helaas, helaas zwaar kloten. Oh, sorry voor mijn taalgebruik, maar dat je niet... Nee. Niet om... Nee, gooi het eruit. Ja, zwaar kloten. Ja. Dan die eerste goal. Eigenlijk sta je dan, heb je het meeste balbezit tot het eerste doelpunt. Je krijgt hem tegen je hand. Voor je het hens? Nee, kijk, het is totaal geen excuus voor de hele dag. Hij laat dat voorop stellen. Maar ik vind het bizar dat hij zo overtuigend zegt dat dit een hensbal is. Want je hebt je armen langs het lichaam, je draait weg. Ik had mijn armen zelfs gekruist. Ja. Dat mag, wat ik al zeg, dat mag geen frustratie of excuus zijn voor de rest van het ding. Maar ik vind het heel apart dat een scheidsrechter dan zo overtuigend zegt dat het wel hens is. Want uiteindelijk valt daar wel natuurlijk die 1-0 uit. Ja, precies. Ja. En dan die 2-0, wat gebeurt daar precies? Dan ga ik de fout in. Ja. En dat is kut. Ik draai er open, zoals ik altijd doe. Zoals ik wel vaak een risico neem in de as van het veld. En dat gaat mis, dat mag niet. Dus dat is vanavond kut slapen en morgen evalueren. En dan moet je gewoon door. Het zit hoog bij, hè? Ja, tuurlijk. Want je wil iets dit seizoen. En helemaal na woensdag is dat een enorme teleurstelling geweest. Ja. Ik weet zelf hoe mooi een bekerfinale spelen is. De club weet dat. De fans weten dat. Daar werk je zo hard voor. En als het dan niet lukt, ja, dan zit je daarmee. Alleen je weet ook dat met voetbal komt er weer een wedstrijd heel snel om de hoek kijken. Nou, dat was vandaag. Dan wil je dat recht trekken, omdat we in de andere twee competities nog wel iets moois zullen doen. Ja. En als je dat dan vandaag zo doet, en ook bij jezelf, als je dan zo de fout in gaat voor het team, dan is dat heel stom. Dus eigenlijk je conclusie, kut slapen vannacht, morgen evalueren en dan donderdag last liens. Ja, nee, tuurlijk. Het is een klote week waar we totaal niet tevreden over mogen zijn. Waar we inderdaad heel goed moeten kijken naar wat allemaal mis is gegaan. En wat ik zeg, vanavond is het heel kut slapen. Misschien morgen gaan we het ook nog wel, waarschijnlijk. Maar ja, je moet morgen ook evalueren wat er mis is gegaan. Want zo kunnen we donderdag niet voor de dag verschijnen. Word je een beetje moe van YouTube? Download dan de app van Veronica Insight.